En we blijven nog even bij sport, want het was dubbel feest voor ijshockeyer Nick de Jong van Ahout Devils afgelopen vrijdag. Naast dat het zijn verjaardag was, werd de Jong ook nog eens een keer gehuldigd door de Nederlandse IJshockeybond voor het spelen van meer dan 100 wedstrijden voor Nederland. Een mooie prestatie. En om het feest compleet te maken, won de Nijmeegse ploeg deze avond ook nog eens een keer met 12-3 van Eindhoven. Nick is vandaag gehuldigd als Centurion. En Centurion wil zeggen dat je meer dan 100 interlands gespeeld hebt voor het nationale mannen- of vrouwenteam. En dat heeft Nick gedaan, 128 keer zelfs. Ja, het is een eerbetoon van, natuurlijk, van het Nederlands team altijd. Jarenlang voor het Nederlands team gespeeld. Je wordt gehuldigd omdat je meer dan 100 interlands hebt. Dus ja, wat is 100 interlands? Het is gewoon geweldig. Wij vinden het belangrijk om onze helden van de sport eigenlijk te eren. We hebben een Hall of Fame. En dat zijn mensen die iets heel bijzonders gedaan hebben voor het ijshockey. En daarnaast hebben we sinds dit jaar de Centurions. Mensen die 100 keer of meer in het nationale team hebben gespeeld. En daarmee eren wij onze helden. Mensen die het sport belangrijk maken. Die de sport in beeld zetten. Die iets betekend hebben voor de sport. En dat vinden wij belangrijk om die aandacht te geven. Want zonder dat soort mensen is de sport echt helemaal niks. Ja, het is gewoon geweldig dat je het Nederlands team eindelijk de bond. Het Nederlandse bond eindelijk iets doet voor de jongens die altijd jarenlang iets gedaan hebben voor het ijshockey in Nederland. Niks net zoals Levi Houtkes, dat is gewoon echt een Nijmegenaar. En dat is eentje die gaat ervoor, maar die zorgt ook de rust in het spel. En die maakt ze helemaal niet gek. De meest raarste situatie die je hebt, dat was een koele bloedige, dan gaat hij gewoon lekker rustig heen. En dat vind ik mooi van Nick, dus altijd die rust. Hij heeft gewoon tactisch heel goed inzicht en hij maakt bijna geen straffen. Hij is gewoon een hele goede speler. Nou, de toekomst sowieso. Je zit Nijmegen ook is met een flinke groei bezig. Vol stadion, altijd super om te spelen voor. Het liefst ga je natuurlijk dit jaar ook kampioen. We gaan er gewoon voor. En je wilt gewoon het jaar daarna dat het allemaal gezond blijft. Dat het niet weer een faillissement krijgen of dergelijke. Dat je gewoon vol ervoor gaat. En het is allemaal positief in ieder geval.